Onze eerste keynote-spreker is van APG. En die gaat vertellen hoe APG zich voorbereidt op de nabije toekomst. Annette Mosman, welkom. Directievoorzitter van APG. Sinds 9 maanden. Ja. Je was ook al in de directie. En zonder dat dat je je speech al gaat vrijgeven. Maar in die 9 maanden, wat is het, het verrassendste inzicht dat je hebt opgedaan als bestuursvoorzitter van APG? Ja, verrassend. Ik was natuurlijk al 3 jaar bij APG als CFO. En ik heb eerder een stap CFO-CEO gemaakt. Het werd me weer duidelijk als CFO dat je toch heel erg intern bezig bent. Dus de 3000 medewerkers van ons en wat we kunnen. En de problematiek was me helder. Maar het mooie vond ik als CEO weer dat je naar buiten mag. Ondanks corona zoveel mogelijk mensen probeert te spreken. En dan zie ik ook daar de hoeveelheid professionals in onze sector. En in tegenstelling tot wat je wel vaak in de media leest of wat je over ons hoort, denk ik de drive om van dit pensioenstelsel een succes te maken. Ja. Dus weer die externe invloed en die externe gesprekken en de verrassing van wij zijn er niet alleen voor, was voor mij echt van belang. En hoe lastig is het nu? Want we hadden vorig jaar Geert van Olsen op ons jaarcongres. En die had een bijna een jaar corona al achter de rug. We zijn nu een jaar verder. Jullie werken nog steeds grotendeels ook weer. We hebben heel even een periode gehad dat jullie op kantoor zaten. Maar nu weer allemaal weer thuis. Hoe lastig is het om dan voeling te houden met die organisatie? Ja, het is net zo lastig als voor iedereen in mijn rol. Het meeste wat je mist is toch die kleine koffiegesprekjes. En het grootste risico wat je loopt is dat je met elkaar het werk verricht je. En dat komt er doorheen. Maar gewoon die kleine gesprekjes waarin je voelt wat er in de team speelt en waar je op kan inspelen, dat mis je. En dat geldt denk ik voor iedereen. Ja. En dat maakt het lastiger in jouw functie? Ja, maar niet alleen maar in mijn functie. Ik heb het voordeel dat ik niet als CEO van buiten kwam. Hè. Mm-hmm. Dus ik liep al 3 jaar rond binnen deze mooie organisatie en ik ken al heel veel mensen. Dus ik denk dat het nog lastiger is als je nieuw binnenkomt. Maar het blijft lastig. Maar ik denk niet anders dan voor iedereen die leiding geeft aan een team of een organisatie. Oké. Je hebt een presentatie voorbereid. Daarna hebben we genoeg tijd voor vraag en antwoord. Maar ik wil graag het woord geven. Ja, dankjewel. Dankjewel. En ik wil graag... Werkt die? Heerlijke nieuwe uitvoering. Een mooie titel, ik heb hem overgenomen van jullie. En jullie hadden aan mijn keynote een vraag gesteld, gekoppeld. En dat gaat over waar hebben we straks nog pensioenfondsen en of grote uitvoerders voor nodig. Ik heb daar best een stellig antwoord op. Maar volgens mij blijkt die wel uit de presentatie die ik nu kort zou willen geven. Maar ik zou willen beginnen met onze why, zoals dat in tegenwoordig heet, of de missie van APG. En dat is, voor ons gaat pensioen over mensen, over leven en samenleven. Wij willen het verschil maken zodat wij onze ouders, onze kinderen, een goed inkomen hebben voor nu, straks en later. Een why, een missie van APG, maar je zou het ook een why, een missie van het pensioenstelsel, van de tweede pijler, van onze sector kunnen noemen. Want wat ik tijdens de wandelingen, en daar zal ik straks nog wel op ingaan, steeds meer hoor binnen de sector, maar mis in de buitenwereld, is toch de waarde van het pensioenstelsel waar wij het allemaal voor doen. Als je dan weer kijkt naar een Mercer-onderzoek die onlangs is uitgebracht, staan wij weer op de top 3. Oké, we zijn gezakt, IJsland is nu nummer 1, maar internationaal wordt ons pensioenstelsel nog steeds gezien en gerated met status A. We krijgen een dikke 8. Het waarde van het pensioenstelsel. En voor mij liggen, als je daar, wat zijn dan de onderliggende waardes? Wat zijn dan de belangrijkste factoren in? Dat is toch de solidariteit, collectiviteit en de verplichtstelling die we met z'n allen, waardoor we in Nederland 1600 miljard hebben gespaard. En toch gaan we dit stelsel veranderen. En dat is ook nodig. Want de samenleving verandert. Dus wij moeten het stelsel ook veranderen. Om het ook houdbaar te maken naar de toekomst toe. Als APG en grootste uitvoerder vinden wij dat we een bijzondere rol hebben. We proberen alle partijen, of je het nou hebt over de wetgever of sociale partners, bij te staan met
de berekeningen die we maken en op de achtergrond mee te denken hoe we dit nieuwe stelsel zo goed mogelijk kunnen invoeren. En een bijdrage te leveren hiermee op macroniveau, maar straks ook nadat we over zijn gegaan op microniveau, namelijk voor de deelnemers die wij mogen bedienen. Je zei het al, 9 maanden bestuursvoorzitter van APG. Een beetje nog over mijzelf, niet iedereen kent mij. Annette Mosman, een passie voor pensioen, maar ook voor sport. En ik laat deze zien, want dit was een bijeenkomst vanuit mijn rol als penningmeester binnen het NOC. En daar waren we op dat moment bezig met het sportakkoord. En de snelheid waarmee het sportakkoord tot stand kwam, de snelheid waarmee wij dat konden implementeren, lees gelden kunnen investeren, natuurlijk in de topsport, maar vooral ook in de brede sport, zodat de bonden en de verenigingenstructuur in stand kon blijven, juist ook in deze coronatijd, staat in schril contrast met wat wij doen in de pensioensector en de snelheid waarmee we zijn gekomen tot het pensioenakkoord en waarmee wij deze nu willen implementeren. Een andere link hiermee is dat vanuit deze rol ben ik bezig met fysieke fitheid van mensen. Maar de totale, als je het hebt over een duurzame samenleving en wat is het om fit te zijn, is fysieke fitheid 1. En de tweede is financiële fitheid. En ik denk dat de tweede pijler, ons pensioenstelsel, met name voor het inkomen van straks, een rust geeft aan mensen en onze deelnemers, die van groot belang is voor onze samenleving. Vertraagd. Ja. 1 maart ben ik begonnen. Ik was al een onderdeel van onze raad van bestuur. En het jaar erop, jij refereerde net samen met Gerard. Samen met Gerard hebben wij vorig jaar al heel lang goed nagedacht over onze strategie. Nou kun je nadenken hoe ingewikkeld is het, bedenken hoe ingewikkeld is het om een strategie te maken van een pensioenuitvoerder. Want je moet uitvoeren wat op andere tafels bedacht wordt. Dat is waar. Maar het is wel heel belangrijk om na te denken van hoe komen we daar? Hoe gaan we dat nieuwe pensioenstelsel, hoe ziet het eruit en hoe gaan we dat implementeren? En hoe ziet die markt er na de implementatie uit? En wat betekent toenemende transparantie, simpele producten voor ons als uitvoerder? Maar die strategie hadden wij allemaal doorleefd. Dus de traditionele, je begint als voorzitter en je krijgt je 100 dagen en je gaat nadenken hoe ziet die strategie? Dat was een beetje raar als je zelf onderdeel was geweest van de strategievorming. Dus wat ik heb gedaan, en ik refereerde net al, het grote verschil tussen een CFO zijn en een voorzitter is die externe omgeving. We hadden ook corona, dus ik dacht, ik ga wandelen. Wandelen vanuit ons kantoor in Amsterdam naar Heerlen. Daar loopt ook toevallig een pelgrimspad. En ik ga wandelen en ik nodig daar allerlei wandelpartners uit, zowel vanuit intern als vanuit extern, om te kijken van wat speelt er allemaal en langs de thema's mens, maatschappij en leiderschap. En bij die wandelingen heb ik heel veel dingen opgedaan en ik zal jullie niet overal door meenemen. Het was overigens 440 kilometer, het is verder dan je denkt. Ik dacht toen ik het idee kwam met 200 kilometer, maar dat is over de snelweg. Ik denk wel dat je die 25 wandelingen hebt verdeeld over die 440 kilometer. Ja, dat heb ik verdeeld. Ja, en ik heb er ook nog heel veel meer gedaan. Maar ja. Wat jullie hier zien is Marloe. Die zal ik straks nog. Maar mijn eerste wandeling was van het Centraal Station naar het Amsterdamse Bos. En dat was met Audrey. En Audrey is al 40 jaar een vriendin van mij. En Audrey was dat paar maanden ervoor met pensioen gegaan. Ze was een lerares op het lager onderwijs. Dus je denkt, ABP-deelnemer. En dicht bij het vuur, ik heb met haar, ben ik door de overzichten heen gegaan, pensioenpotjes heen gegaan. En ik vroeg aan haar, hoe gaat het met je? En ze zegt, nou, ik ben zo opgelucht. En ik denk, opgelucht? Ik zeg, nou ja, dat snap ik wel. Jij hebt tijd, ik niet. En het is een leuk leven waarschijnlijk, als je leuke hobby's hebt. Ze zegt, nee, ik kan in mijn huis blijven wonen. Ik dacht, in je huis blijven wonen. En op dat moment dacht ik van, wow, wij hebben hier een deelnemer. Waar ik avonden mee heb gezeten om door de overzicht heen te gaan, vertelt welke rechten ze had. En toch twijfelde zij of ze het überhaupt zou krijgen. En dat was een kleine wandeling, een klein inzicht kan je het noemen, maar wel heel wezenlijk. Van het weten waar onze deelnemers recht op hebben, dat kunnen administreren en dat ook daadwerkelijk kunnen uitbetalen, dat voegt al zoveel waarde toe. En het was een inzicht wat wij
als uitvoerder. Maar ik denk dat het voor de hele sector geldt. Het lukt ons nog steeds niet om die mensen te activeren en echt het gevoel te geven waar ze recht op hebben. En het gevoel van, als ik zeg ik ben trots op ons stelsel, dat speelt blijkbaar nog niet bij die 4,5 miljoen deelnemers die wij hebben. De tweede wandeling, en die zie je hier, Witte Stadje Toorn was met, of dat was niet de tweede wandeling, maar de tweede waar ik jullie even wil meenemen was met Marlou. Marlou zit ook in het onderwijs, het hoger onderwijs, veel jonger. Ik kreeg hele andere vragen. Die zei, ik geloof wel dat ik het krijg. Maar waar investeren jullie mijn geld in? Waarom hoor ik daar niks van? Welke keuzes maken jullie? Dus een hele ander inzicht van een hele andere generatie, maar ook daar communiceren wij op dit moment niet van, over. En dat duurzaamheid speelt, dat bleek wel in mijn eerste 9 maanden. Er waren een aantal casussen kwamen erop in de media en heb ik ook gevolgd. En dat zullen jullie ook hebben gevolgd. Eén is de Urgenda-casus en de tweede is de Shell. En ik wilde hem hier toch wel noemen in het kader van duurzaamheid. Als APG hebben we al jaren een strategie van het zijn van een duurzame belegger. Ik denk dat dat ook cruciaal is. En ik denk dat ook als pensioensector met lange termijn verplichtingen dat we dat kunnen doen. En in die casus, als je daarin verdiept, kwam eigenlijk een notie achter. Want wat daar speelt is, we hebben een prijsklimaatakkoord. En dat is een afspraak tussen landen. Maar dat er een aansprakelijkheid is, ook voor corporates, lees in dit geval Shell, omdat als je niet acteert in lijn met het prijsakkoord of niet genoeg doet in lijn met dat prijsakkoord, dat je dan aansprakelijk bent omdat je in strijd handelt met de mensenrechten. Want het is eigenlijk, als je hem heel deep down afpelt, het knoopje voor in dit geval de juristen. Dat was ook een aanknopingspunt om intern bij ons te kijken. Wij zijn de toonaangevende vermogensbeheerder. Wij beheren bijna 600 miljard. Wat is dit? Wat betekent dit? Kunnen wij zeggen van we zijn maar een beheerder, het pensioenfonds geeft het mandaat af? Of het pensioenfonds zegt van wij zijn maar een asset owner? Wat duidelijk werd is dat deze verantwoordelijkheid ligt ook bij ons. En misschien wel meer bij ons in een sector die in Nederland 1600 miljard bedenkt. Dus ook hier kwam voor mij, als je het hebt over inzichten, een belangrijk inzicht. Ik heb mogen wandelen met Jeroen Smit, die me daar natuurlijk vol in de face continu op hamerde. Maar dat wij iets te doen hebben op duurzaamheid en dat wij niet kunnen weglopen als uitvoerder. Dat we alleen maar een beheerder zijn, maar dat we als sector ook daar een verantwoordelijkheid hebben, is duidelijk. En de laatste, en dan is dit, de meeste van jullie kennen hem al, Tuur. En met Tuur hebben we gehad over van complexe problemen los je niet alleen op. Complex, het implementeren, het komen tot een nieuw pensioenakkoord, heb je verschillende partijen nodig. Je hebt een overheid nodig met een visie. Daar kunnen we een hele dag over discussiëren of dat er is. Maar je hebt sociale partners nodig die, als straks de wet er is, die ervoor zorgen dat het nieuwe stelsel of de nieuwe regeling, of je het nou hebt over solidair of de individuele, dat die zo uitlegbaar en uitvoerbaar mogelijk is. Dat de complexiteit beperkt blijft om juist klaar te zijn voor die volgende fase. Wat ik proefde, en daarom refereerde ik even in het begin, is een enorme drive. Ik heb ook met Inke Thijs gelopen, zowel vanuit werkgevers als vanuit werknemers, om dit met elkaar te realiseren. En dan kom ik, wat jij zegt, wat is nou de strategie van een uitvoerder als APG? Ik heb even een simpel kaartje meegenomen. Uitgangspunt, eigenlijk is het een soort met reverse planning. Uitgangspunt bij ons is dat we vanaf 1 januari 2025 het eerste fonds overbrengen. Wij werken voor 8 fondsen. Dat betekent tussen 1 januari 2025 en 2027 doen wij de transitie van die 8 fonsen in, zoals wij dat noemen, 3 klasjes. Je zit in de klas van 2025, 26 of 27. Afhankelijk van de wens van een pensioenfonds, hoe snel je over wil, maar ook afhankelijk van de complexiteit van de huidige regelingen en afhankelijk van de datakwaliteit die er nu is, zit je in 1 van deze 3 klassen. Als je dan terug gaat rekenen, 2021, laat dat nog maar even planvorming zijn. Ik ga ervan uit, wij gaan ervan uit dat de wet er komt.
dan hebben wij tot mid 2023, ik noem het even huis op orde, maar dat gaat over complexiteit uit de huidige regeling weghalen, onze legacy systemen opruimen en dat gaat over datakwaliteit. En één ding wil ik duidelijk maken, dat betekent niet dat de kwaliteit, en dat geldt eigenlijk voor alle uitvoerders, niet goed genoeg is, maar het moet goed genoeg zijn om straks te kunnen invaren. Dan hebben we een periode van de transitie. In huis op orde hoort ook dat wij ons nieuwe doelsysteem, we gaan van DB naar DC, onze nieuwe infrastructuur aan het inregelen zijn om dan anderhalf jaar de tijd te hebben om langzaam groepen van deelnemers over te zetten, te kijken wat dat betekent als je van een recht naar een potje gaat. Dus dat is de belangrijkste aanpak. En dan APG van de toekomst. Wat wij nu doen is ook marktstudies en dat refereert ook een beetje aan de vraag. Wij staan voor het pensioenstelsel van nu. Wij geloven in die solidariteit, collectiviteit. Maar we weten ook dat als je doorkijkje hebt, als je dat hebt gedaan, van dat je een andere marktdynamiek krijgt door de transparantie en de kosten. En dat is APG van de toekomst. Dat betekent dat je een uitvoerder moet zetten die klaar is om de confrontatie aan te gaan met welke partijen er ook komen. En wij zien ook dat we met name het verschil moeten gaan maken op deelnemercommunicatie en het begeleiden van die deelnemers naar het nieuwe stelsel en daarna. Maar voordat we dat kunnen doen, is het invaren. En ik heb daar een aparte slide en ik wil daar toch even apart bij stilstaan. Omdat het invaren voor ons, en ik zeg dat uitvoerder, maar ik denk voor de hele sector van cruciaal belang is. Iedere keer ga ik maar weer terug. Op dat moment gaan wij in Nederland 1600 miljard herverdelen over generaties. En daar komt gedoe van. Want er zijn mensen die dat niet eerlijk vinden, die daar wat van vinden. En dat moeten wij kunnen uitleggen. Want het is cruciaal, als je gelooft in het stelsel, als je gelooft in de kracht voor de samenleving, dat we dit goed doen. Als je het vertrouwen wilt behouden van de deelnemers en de samenleving, moeten wij dit met z'n allen goed doen. En wij geloven dat invaren, en helemaal invaren, eigenlijk cruciaal is. Want dan kan je het korte met te maken met de doorsneesystematiek. Je krijgt weer vooruitzicht op de indexering, hè, de doelstellingen die we eigenlijk willen bereiken met z'n allen. Collectiviteit en solidariteit kan je in stand houden als je deels gaat invaren. Hoe gaan we dat dan doen? En last but not least, wij geloven dat de uitvoering door compleet invaren goedkoper wordt. Want wat wij gaan doen, even weer op de 1600 miljard, wij 600 miljard, maar in concreto gaan er 4,5 miljoen deelnemers die wij bedienen, gaan gewoon met pensioen. Ja, dus we gaan afrekenen van het oude pensioen en we gaan het inbrengen in het nieuwe pensioen. Dus een cruciale moment wordt dat. Wij kunnen het goed doen, wij bereiden ons voor. Maar mijn boodschap is, als we dit samen niet goed doen, dan heb je een risico op het vertrouwen in het gehele stelsel. En je had gevraagd nog wat minuten te behouden en die hou ik. Eén slotwoord. Ik denk dat het duidelijk is dat ik, hier staat in ieder geval een bestuursvoorzitter van een grote uitvoerder die trots is op het stelsel. Die realiseert dat er daarna een wereld komt dat er andere dingen worden gevraagd van de uitvoerder. Maar die denkt met de kennis en kunde en de historie die wij kunnen, dat te kunnen bieden. En een oproep aan, en vanmiddag komen volgens mij nog meer mensen uit deze sector, aan alle spelers in aanloop naar het nieuwe pensioenakkoord. Houd het simpel, houd het uitvoerbaar, houd het aanlegbaar. Daar wil ik even mee stoppen. Oké, dankjewel. Ja, inderdaad, we hebben nog wat tijd voor vragen, vrij veel tijd voor vragen, ook vanuit de zaal. Ik was toch benieuwd, ik zit met die 440 kilometer in mijn hoofd, met die 25 mensen. Heb je nou echt die hele route gelopen? Of, ja, nee. Dus, want het is best lange wandelingen, kom je dan op uit. Het is echt, overigens is Nederland heel erg mooi. En altijd goed weer ook, zag ik. Ja, nee, die foto. Nou, het valt dus ook mee met het klimaat in Nederland uiteindelijk. Ja. Als je goed timet, dan heb je het droog. Nee, die 25 wandelingen gemiddeld 10 kilometer. En mijn kinderen vonden het uiteindelijk geen goed idee, want ik wilde, ja, dat is denk ik de sport. Als je aan iets begint, wil je het afmaken. Dus ik heb alle etappes gelopen. Maar mijn kinderen moesten mee, mijn man moest mee. En om de tussenliggende stukjes te lopen. Oké, en heb je niet over pensioen gepraat, neem ik aan? Ook. Oh.
Okay. Ik heb wel gevraagd, maar die, die zijn kinderen in. Ja. Ik wil even, je hebt met Ture Elsinga, nu voorzitter van FNV, en Ingrid Thijs ook wandelingen gemaakt. Wat je net ook zegt, die nadruk van hou het uitlegbaar. Ik heb begrepen dat de wet inmiddels 400 pagina's omvat. Is dat uitlegbaar? Nee, maar de wet, je kan het positief aan 400 pagina's is dat het als het, maar hoe duidelijker het is, de wet, hoe beter je het uitlegbaar kan maken. Dus die 400 pagina's gaan wij niet uitleggen. Uitlegbaar is voor mij, heeft twee aspecten. We moeten die omrekening goed uitleggen van wat betekent dat nou van een recht naar een potje. Maar cruciaal is daarna. Want die potjes gaan natuurlijk heen en weer van wat betekent dit nu? Ja. Dus de uitlegbaarheid zit daar. En als je kijkt naar de wet, ik denk dat het goed is dat je in een sector, we nemen het er te lang voor, maar dat je goed met elkaar wat bedoelen we en hoe gaan we het doen. Dat als daar 400 pagina's voor nodig zijn. Ja, maar je geeft al aan dat invaren is natuurlijk de eerste grote stap. Ja, de netto profijtregeling gaat het om. Hoe ver zijn jullie nu met jullie klanten daarin, met jullie fondsen? Want 25, 26, 27, dat is best dicht. Ja. Nou, het lijkt ver weg, maar het is ook wel weer dichtbij. Want de wet is op zijn best 1-1-23. Hoe ver zijn jullie in die gesprekken? We hebben heel veel gesprekken, al een lange tijd. En ik denk, wat als je nu zit met, wij bedienen dus 8 fondsen. Ik zei het toevallig laatst intern. Het is best wel spannend, want de besluitvorming bij de fondsen gaat vrij snel. En wij zien een ontwikkeling, en dat doet mij goed als jullie mijn verhaal hebben gehoord, dat er veel fondsen kiezen voor het solidaire stelsel. Is veel 8? Bijna 8. Veel is bijna 7. 7 en 8, ja. Dus kiezen, dan moet ik zeggen. Dat ze een voorlopig besluit, maar in ieder geval dat ze kijken naar het solidaire premiestelsel. En dat betekent dat wij daar ook weer als uitvoerder rekening mee kunnen houden om in ieder geval dat goed in te regelen. Ja, want dat houdt ook in dat jullie in ieder geval allebei de contracten gaan aanbieden. Ja, we hebben vanaf het begin gezegd dat we allebei de contracten gaan aanbieden om 2 redenen. Omdat je niet weet waar de 8 fondsen voor kiezen op het moment dat en je hebt tijd nodig om je infrastructuur in te regelen. We gaan beide inregelen. En wat we ook doen is dan modulair opgebouwd, heet dat dan. Maar dat je de basis hetzelfde is en dat je dan per regeling dingetjes erop kan zetten. Dus dat zo flexibel mogelijk is. En een derde reden waarom we doen, als je een doorkijkt maakt na 2027. Als je nadenkt over ZZP-problematiek, die ook binnen de sectoren leeft waar wij voor werken, leesbouw en ook trouwens onder het onderwijs ondertussen. Dat we willen kijken, ook al staat het nu niet op de agenda en kunnen we daar niet op door, als je het modulair opbouwt, dat we daar ook uiteindelijk een oplossing voor hebben. Ja, die modulaire opbouw die lijkt ook een beetje aan te sluiten bij de mening van sommige deskundigen, dat eigenlijk als je er doorheen kijkt, die contracten wel heel erg op elkaar lijken. Zien jullie dat nu ook? Als je dat in die modulaire opbouw gaat proberen voor de IT uit te werken? Ja, de conclusie dat de contracten heel erg op elkaar lijken, vind ik nog te vroeg. Dat is een mening van sommige deskundigen. Die zeggen, als je het echt naast elkaar legt en goed er doorheen kijkt, dan kom je. Ja, vind ik nog te vroeg. Het komt natuurlijk nog op alle tafels van de sociale partners. En we weten ook allemaal dat daar de uitzonderingen ontstaan. Mm-hmm. En mijn oproep is om die beperkt wel in het belang voor de deelnemers te blijven kijken, maar het zo beperkt mogelijk. Maar de basisbeginselen dat je je grote collectieve vermogensbeheerpot, in ons geval die 600 miljard, moet gaan herverdelen over die generaties en over die deelnemers. En dat je daar een polis- en kapitaaladministratie nodig hebt die daarvoor klaar voor is. Ja, dat geldt voor elk contract. Ja. Wat mij ook opviel in de tijdsbalk is dat jullie nog eigenlijk een keuze moeten maken hoe je het qua ICT gaan precies gaan doen. Dat leek mij vrij laat. Daar verschillen de meningen ook over. Je kan ook zeggen vroeg. Hè, want wij weten, de wereld is nog onzeker. We weten nog niet welk product we moeten maken. En nu moeten we al een keuze maken voor de doelarchitectuur. Oftewel, en dat is dan de DC-administratie. Incasso, excasso stuk, dat blijft voor het midden.
Maar wij hebben wel gezegd dat we dit jaar tot een besluit komen. Ja. Dus die gaan we nu selecteren, ook om dan in die transitiefase... Waar iedereen hier heeft wel eens een systeem geïmplementeerd. En dat is, ook al zeggen sommige suppliers plug and play, maar dat werkt dus niet zo. Dus maar ook om anderhalf jaar de tijd te hebben om groepen deelnemers daardoorheen te halen. Ja, maar dus de keuze is om dat extern te halen of ga je dat nog... Ja, wij doen het interne Make by Your Ally beslissing. Dus we hebben het volle palet bekeken. We gaan door met wat we altijd deden, het zelf maken. Gaan we samenwerken met een partij? Of gaan we, dat is buy, voor zover dat kan met ons pensioenstelsel. Want kant-en-klaar nieuw pensioencontract in een tool bestaat niet. Maar wel een meer standaard oplossing. Dus dat alle drie liggen op tafel, ja. Met de voor- en nadelen. Qua organisatie, dit is natuurlijk een hele grote verandering voor de organisatie. Ook al zit hij thuis, maar misschien juist daarom. In essentie ga je van DB naar DC. We krijgen later vandaag nog een presentatie daarover. Dat we heel erg zitten op de techniek van de IT, maar ook de pensioentechniek zelf. En te weinig aandacht hebben voor dat het voor mensen in de organisatie eigenlijk een hele andere benadering wordt. Die deelnemer wordt misschien wel meer klant. Hebben jullie daar nog een traject voor? Ja, wij hebben, we zijn nu aan het inrichten. Eigenlijk twee antwoorden op een pensioen academy. Dus we gaan mensen opleiden. Maar ja, je kan zeggen... Kijk, wat ik altijd zeg, het hart wordt vervangen. Van DB naar DC is een andere administratie. Een grote besluit valt, weet je, wij hopen op invaren. Dat heeft het grootste effect op mensen. Want een heel grote groep van onze mensen die zijn bezig met onze huidige infrastructuur. Maar het deelnemergericht willen werken, zijn wij 3-4 jaar geleden al begonnen. En dat je een voorkant wil, en dat is niet anders dan nu. Dus die opleidingen en de klant binnenhalen, alles wat we... Als je naar mijn cv kijkt, aan de voorkant, wat we bij verzekeraars al hebben gedaan, klantbelang centraal heette dat. En nu deelnemers centraal, waren we allemaal al mee begonnen. Dus de impact, dat is niet gelinkt aan het pensioenakkoord. Dat is veel meer gelinkt aan hoe verhoud je tot de deelnemer. En een ander aspect is, als je kijkt naar, die core wordt veranderd. Wat wel cruciaal is, wat wij geloven is, en wij noemen het ook een integrale propositie, is daar waar wij nu communiceren over rechten. En als je hem heel simpel maakt, iedereen, als we telefoontjes krijgen, dan is het een deelnemer die vraagt van, ja, mijn recht is zoveel, hoe komt dat? Nou, dat komt omdat je gescheiden bent, dat komt omdat er een nieuwe regeling is. Dus communiceren over de inhoud van de regeling. En straks komt er zo'n potje met economische scenario's. Ik denk, als ik hem even voor me zie, heb je economische scenario's. Afhankelijk van het scenario leidt dat tot dit pensioen. En dan zal je veel meer vragen krijgen die in het verlengde van ons vermogensbeheer expertise liggen. Ja. Die gaan over, ja, maar welke economische scenario's, waar belegt u eigenlijk in? Welke potjes belegt u in? Hoe duurzaam bent u? Dus ik denk wel dat we moeten nadenken, de verandering die eraan komt, is dat die voorkant ook anders wordt. Ja. Dus niet zozeer de deelnemer, want daar waren we al mee bezig en die competenties, maar het is een andere vraagstelling die op je afkomt. Ja. Betekent dat ook nog organisatorisch iets? We hebben het afgelopen jaar bericht over reorganisaties bij MN, bij PGGM. Ja. Betekent dat ook bij APG nog dat we dat soort aankondigingen kunnen verwachten over de organisatie? Nee. Nee. Nee, het is heel helder. Kijk, als je kijkt naar naar de transitiepad. En als je realiseert dat je 4,5 miljoen deelnemers met pensioen moet laten gaan. En dat goed moet berekenen. En dat je een nieuw systeem moet implementeren. Natuurlijk hebben we straks nieuwe competenties nodig. Mensen moeten we klaarmaken voor die toekomst. Maar in ieder geval tot de laatste. Hè, als alle tijdslijnen lopen zoals die lopen. Er komt netjes een wet, de sociale partners doen hun werk, de pensioenfondsen komen tot een besluit. Dan hebben wij tot in 2027 een enorme bulk met werk. En daar hebben wij de expertise en de kennis nodig hoe al die oude regelingen werken en hoe dat is opgebouwd tot het recht wat het nieuw is om goed in te varen. Dus die mensen hebben hard nodig? Die hebben we keihard nodig. Ik wil even naar de zaal gaan, als daar vragen zijn. Ik heb ook via de chat wat vragen. Hier een vraag. Even graag je naam en... Ja,
Goedemorgen, Frank van Halve, pensioenpro. Collega, dus. heeft hij alles gevraagd. Een vraagje over, over dat invaren. Bij ABP hebben ze al een tijdje dat mensen kunnen zien wat er in hun potje zit. Nou zijn er twee vragen bij. Wat zijn de ervaringen daarmee? Werkt dat in de zin dat mensen dan beter meer binding krijgen met dat hele pensioenverhaal? En ten tweede, zijn die potjes een indicatie voor wat je straks gaat krijgen als je gaat invaren? Want als dat heel erg gaat verschillen, roept je dat misschien wel heel veel vragen op. Ja, dat is goed. De eerste vraag. Ik denk, wat wij merken is dat die potjes wel tot vragen leiden, met name bij de Meloes van deze wereld. Dus hoe investeren jullie? Wat we onvoldoende doen, vandaag is ook wel weer een persbericht uit, dat we een investering hebben gedaan in een netwerkbeheerder in Australië. Dus wij geven wel, we communiceren wel over grote investeringen die we doen, maar niet op deelnemerniveau. Dat is denk ik een belangrijke vraag. En je ziet dat die potjes dat wel uitlokt. Dus er zit een kans die we nog niet verzilverd hebben om mensen, deelnemers, meer bij dat verhaal te betrekken. Dat was je ene vraag. En het klopt dat wij nu, en wij hopen zo snel mogelijk, we hadden het over het doelsysteem, maar ook zo snel mogelijk een keuze te maken over de invaarprovider, dus hoe we dat gaan doen. Dat we zo snel mogelijk ook die omrekeningen erin kunnen krijgen en dat kunnen koppelen met die pensioenpot. Want je hebt helemaal gelijk, als wij tot aan het overgaan een bepaalde pensioenpot communiceren en dan opeens dat je een andere brief krijgt, dat kan niet. In principe, als je onderliggende drivers kijkt, moet dat niet kunnen. Maar ook hier weer is mijn ervaring bij grote migraties, moet je checken. Ja. Nog andere vragen? Nog een collega? Ja, Tjibbe Hoekstra, ook een redacteur van Pensioenpro. Je zei inderdaad, alle drie de opties liggen op tafel voor het nieuwe IT-systeem wat jullie gaan gebruiken. Nu komt die keuze al binnen een paar weken, want ja, het einde van het jaar komt eraan. Dus ik denk, neem toch aan dat niet alle drie de opties nog even sterk op tafel liggen. Hoe ver zijn jullie al in dat proces? Nou, om eerlijk te zijn wel. En wij hebben dat wat belangrijk is, omdat er ook een make-variant zit, een interne variant, hebben wij ook gezegd dat we een heel objectief proces willen doorlopen. Als het een make-variant wordt, onze eigen organisatie, dan moet je het aan de externe kunnen uitleggen en vice versa. Dus we hebben een heel objectief proces. En als raad van bestuur hebben wij, je hebt alle functionele criteria, zowel vanuit de fondsen, wat moeten doen, als vanuit intern. Dat wordt allemaal gequote. En wij hebben besluitvormingscriteria als RVB meegegeven. En dat komt, dus we zijn volledig meegenomen in de criteria en hoe kijk je er naartoe. We hebben volledig meegekregen in wat de drie verschillende vormen wel of niet kan bieden. En uiteindelijk komt het op tafel. En ja, dat je een eigen persoonlijk gevoel hebt, dat klopt. Dat ga ik hier niet uitspreken, dat snap je ook. Maar dat gaan we echt in een hele dag straks, hopelijk voor kerst, doorspreken. Dus ik kan geen uitsluitsel geven. Er komt dus nog groot nieuws dit jaar? Nee, ik weet niet of het groot nieuws is. Het is een keuze voor een systeem binnen APG. Ik weet niet of het groot nieuws is. Dat laat ik aan jullie. Ja, oké. Okay. Dat laat ik aan jullie wat nieuwswaarde heeft. Ik heb nog wat vragen via de chat binnen. Eén die direct refereert aan wat jij zei over Shell. Vraag van Peter Kranenveld. Zou het niet goed zijn geweest in die rechtszaak tegen Shell ook een pensioenfonds was betrokken geweest? Of misschien een uitvoerder. Afdwingen is beter dan desinvesteren. Afdwingen. Wij waren geen partij in die. Dus ik weet niet of wij bij die rechtszaak aanwezig moesten zijn. Hij vraagt dus, was het niet beter geweest om wel partij te zijn en eigenlijk toch aan tafel te blijven in plaats van eruit te stappen? Oh, dat is iets anders. Dat heeft niet met die rechtszaak te maken, maar dat heeft te maken met. Hij verbindt het aan elkaar. Oké. Nou, als je kijkt, daar kan je het over discussiëren. Kijk, wij hebben een beleid als vermogensbeheerder van inclusie en engagement. Dus uitgangspunt is, wij zijn aan boord, wij proberen invloed uit te oefenen op organisaties om in die energietransitie te gaan. Wat wij in de komende periode nog sterker moeten doen is precies, ik weet niet of dat precies kan, maar duidelijker maken wanneer is genoeg genoeg.
Dus je moet ook consequenties op een gegeven moment trekken van wanneer stap je eruit. In de Shell-casus hebben wij steeds engaged. En op een gegeven moment besluit genomen om, ABP is daar natuurlijk als asset owner de partij in die besluit om eruit te stappen. En dat heeft voordelen en dat andere ook. Dus ja, wat is beter? Ja. Ik denk, dit is een keus die ABP op dit moment heeft gemaakt. Ja. Is er eigenlijk een rol, want daar zijn met die vraag worstelen wij zelf ook een beetje. Is er wel een rol voor de uitvoerder vermogensbeheer? Ligt die vraag niet eigenlijk gewoon bij de pensioenfondsen en de uitvoerder doet wat de pensioenfondsen vragen? Dus als een van jullie klanten zegt van wij willen graag doen met Shell, dan zouden jullie daar gewoon mee verder gaan? Nou, dus het pensioenfonds geeft het mandaat en die neemt zo'n besluit. Maar ik vind de vermogensbeheerder, wij in dit geval. Ik zeg, het pensioenfonds is een bestuur en heeft een bestuursbureau. En wij hebben in het geval van vermogensbeheer bijna 1500 professionals. Dus vanuit de financiële tak geven wij daar advies in. Welke scenario's je hebt met voor- en nadelen en wat ons advies is. Ja. En dan de besluitvorming ligt bij het fonds. Maar de expertise en de kracht van een organisatie van een vermogensbeheerder heb je. En zo ken ik ook in ieder geval onze fondsen. Als bestuur wil je toch het gehele plaatje hebben voordat je een besluit komt. Maar het besluit ligt daar, de assets liggen daar. Ja, maar goed, als die pensioenfondsen zeggen wij gaan gewoon door, dat is allemaal bespreekbaar dan voor die fondsen. In welke belegging dan ook? Nee, want wij hebben ook, en dan kom je op het stuk van toonaangever responsible investing. Wij werken met vier fondsen aan de vermogensbeheerkant samen. En die hebben allemaal een duurzaamheidsagenda. Dus dat is wel heel belangrijk voor ons. Ja, en de klant, eventueel een nieuwe klant die dat niet zou hebben, die zou dan niet welkom zijn? Nou ja, als er bij ons een nieuwe klant komt die zegt van ik geloof heel erg in kolen en teerzand en daar wil ik in. Dan wordt dat heel lastig. Ja, dan ga je ook niet naar een uitvoerder die responsible investing als uitgangspunt heeft. Ja, nee, de vraag is van, moet een uitvoerder zich daarmee profileren terwijl het eigenlijk een keuze van het pensioenfonds is? Nou, ik weet niet of je het profileren noemt. Ik denk wel dat je als uitvoerder, je hebt het over profileren, maar volgens mij hebben wij zitten in Heerlen. Dus wij waren ook heel dicht bij wat er in Limburg, heel veel collega's waren getroffen wat er in Limburg. Laten we eerlijk zijn, die klimaattransitie die is er en die is gaande. En wat ik probeerde ten aan te geven met die rechtszaken is dat niemand daarvoor kan weglopen. En ook niet als vermogensbeheerder. Dus we kunnen het over mandaten hebben en die zijn er en we acteren dan langs. Maar iedereen heeft daar hier een verantwoordelijkheid. Duidelijk. Ook als burger trouwens. Ik heb nog een andere vraag via de chat van Marco Brouwer. Hoe zinvol is het om in de uitkeringsfase over het vermogenspotje te communiceren? Hoe zinvol is het inderdaad? Ja, hoe zin... Dat verwijst misschien ook naar die eerste wandeling die je noemt van iemand die net met pensioen is. Die blijft dat hij zijn huis kan behouden, terwijl er eigenlijk geen enkele reden voor vrees was. Zo'n vermogenspot heeft ook voor zo'n deelnemer eigenlijk geen enkele... Daar heeft hij geen beeld bij. Nee, maar die tweede wandeling had ik een generatie of een groep. Kijk, het antwoord van die vraag ligt bij een deelnemer. Ja. Je zei net van, we hebben 400 pagina's pensioenwet. We hebben heel ingewikkeld. We moeten het zo simpel mogelijk maken. En de crux zit hem dat wij zoveel mogelijk deelnemers moeten activeren. En een deel van de deelnemers vindt dit wel zinvol. En dan faciliteren we dat. En die keus maken wij niet. Oké, okay, nee, voor de deelnemer. Ja, nee. Ja. Ik kijk nog even naar de zaal of daar nog vragen zijn. Ja, daar. Even wachten tot de hengel er is. Graag uw naam en de vraag. Wilfried Spekrijzer, het pensioenfonds Achmea. Ik werd van getriggerd door wat u zei over het tempo, wat u betreft al wat hoger zou mogen zijn. Dan viel me wel de datum op van de eerste, zoals ik hem hoorde, mogelijke overgang, 1 januari 2025. Lijkt als iets opgelegd. Ik zie in de markt ook dat veel klanten wel eerder over zouden willen. Vanwaar die overweging? En wat als een klant bij jullie zegt van, joh, ik wil eigenlijk gewoon wat eerder over? Ja, het belangrijkste wat wij geleerd hebben in het verleden en waar ik zelf ook voor sta, is een beheerste pensioenverdienstverlening. En ik denk, als je kijkt naar wat er nodig is om de overstap te maken, hebben wij gezegd voor 1 januari 2025, dan zijn we er gewoon niet klaar voor om dat op een beheerste manier te doen. En om eerlijk te zijn, ik zei net al, de besluitvorming bij pensioenfondsen, dat gaat misschien sneller dan we denken. Maar dan nog moet dat op een beheerste manier. En ook pensioenfondsen in dat tussenstukje
ten behoeve van die besluitvorming, daarom eerst de IT in orde. En dan kunnen we groepen deelnemers omrekenen. Dat betekent dat je een pensioenfonds ook inzicht geeft. Wat betekent dat voor onze deelnemers? En dat is zinnige input voor de besluitvorming. Het antwoord is dat we hebben echt deze tijd nodig. Er kan een verschil ontstaan tussen, en dat zit al een beetje in die klasjes, of jij een hele complexe DB-regeling hebt, nu. Of een simpele DB-regeling. Dus dan kwalificeer je, om het zo maar te zeggen, wel om eerder over te gaan. Maar ik denk 1 januari, de wet is er nog niet. De besluitvorming moet nog komen. Als uitvoerder heb je gewoon echt 2 jaar nodig om dit beheerst te doen. Dat is de achtergrond. Goed, hier wil ik het bij laten. Ik wil wel nog de belangrijkste vraag eigenlijk tot het laatste bewaren. Je zit ook in de Raad van Commissarissen bij Ajax. Oh. Hoe ver gaan ze komen? Gisteravond speelde Chelsea gelijk. Dus we hebben 25% kans om tegen Chelsea te... Ja. En dan die gaan we hebben. Dus een halve finale. Halve finale. Oké, daar komen we op terug. 12,5. Oh, 12,5. Oh, wij... Ja, maar die Engelsen mogen niet tegen de Engelsen. Oh, oké. Ja, dat is zo. Goed. Annette Bosman, dankjewel. Dankjewel.